Goedemiddag, welkom hier op de Kleine Beltjes voor het jubileumfeest van 75 jaar bestaan. We hebben vanmiddag een receptie en een onthulling van ons boek waar we een jaar aan gewerkt hebben. Voor de vaste gasten en voor de mensen die gehuurd hebben. En ja, er zijn wat genodigden bij, commissaris van de Koning, wethouder te kaarten. En we hopen met elkaar een gezellige middag te hebben. Ze hadden heel veel slechte ervaring met kampeerders. Eigenlijk was het kamperen helemaal niet zo leuk voor de boeren die dat erbij deden, want alles werd gesloopt wat je kan bedenken. Er bleef afval achter. Het was eigenlijk helemaal niet zo heel leuk voor de boeren. En toen had de ANWB al bedacht. Wil je kamperen, dan moet je eerst een kampeerbewijs halen. En zonder kampeerbewijs mocht je eigenlijk niet kamperen. Nou, en dat noemden ze een veilig tehuis. Dus als het bordje veilig tehuis aan de gevel hing, dan kon je daar kamperen. En bij een camping zoals dit, vakantiepark moet ik tegenwoordig zeggen, zijn vaste gasten ontzettend belangrijk. Heel veel vaste gasten zitten ook in de zaal. En dat is eigenlijk iets waar we ook even stil willen staan. Wil ik Tini uitnodigen? Ja. Welkom. Jullie zijn eigenlijk vaste gasten die hier al heel lang rondlopen. Hoe lang komen jullie hier al? 45 jaar. 45 jaar. Dan hebben jullie heel veel zien veranderen de afgelopen jaren. Dat klopt. Nou, we hebben eind vorig jaar kwamen we op het idee met een paar mensen van zou het ook leuk zijn dat we een cadeau organiseren. Nou, super! Worden. En er is nog een heel mooie dag over, misschien wil je dat zeggen. Ja, zie je twee picknicktafels inderdaad staan met rolstoelvriendelijke uiteindes en €1675 voor de herinrichting van Rakkersplein, wat op het programma staat om te gaan realiseren. Dit is een super dag. Ja. Allemaal heel erg bedankt daarvoor. En ja, je kunt zien aan hoeveel mensen er zijn, wat het betekent, zeg maar, en hoe de binding is. Dat er zoveel mensen aan meedoen. Super, dankjewel. Ja, ik mag weer zeggen, zeker nog voor de afgesproken. Dan weet u dat ook. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? Ja, ideale vakantie, dat hangt een beetje van de tijd van het jaar af. Ik mag graag naar de wintersport gaan. En ik mag in de zomer, vorig jaar zijn we in de zomer naar Amerika geweest, dat was ook wel heel bijzonder. Maar dat was wel zo vermoeiend dat mijn vrouw en ik dit jaar hebben gezegd, we houden nu rustig, wij gaan een chaletje boeken. En we gaan naar de Vogezen dit jaar, we zijn wel liefhebber van Frankrijk. En dan gaan we gewoon eigenlijk 2 weken gewoon op de veranda zitten met een glaasje wijn in de zon. Dus eigenlijk een beetje wat hier op de Kleine Beltjes ook kan.
Maar dan in Frankrijk, want ja, ik woon al in de buurt, hè, dus dan wil je ook wel eens weer ergens anders naartoe. Maar ik besef me dat ik daar vandaag geen vrienden mee maak. Maar goed dat u, heel fijn dat u wel hier naartoe komt. De recreatiesector is buitengewoon belangrijk voor onze gemeente, want u zei zelf al, hè, heel veel, mag ik ook zeggen, denk ik wel. U zei zelf al, heel veel campings hier in Harderberg, ook in de omgeving, in andere plaatsen. Dus dat betekent voor ons heel veel werkgelegenheid. En dat is echt super belangrijk, want je wil wel ook dat wij hier kunnen blijven wonen en ons geld kunnen blijven verdienen. En daar is de recreatieve sector denk ik buitengewoon belangrijk voor. En niet alleen de verblijfsaccommodatie, maar ook de bedrijven daaromheen. Hè. De horeca profiteert ervan, de middenstand profiteert ervan. Heel veel mensen die ook op de camping als hier werken, jongelui die hier aan de slag kunnen. Dus buitengewoon belangrijk voor de gemeente Harderberg en ook al voor het hele Vechtal, denk ik. De recreatieve sector. Dus we zijn heel blij dat we op dit weekend weer, het eerste weekend van april, nu de paasweekend, dat we weer heel veel gasten hier met alle accommodaties, caravans enzovoort, weer onze mooie streek in hebben mogen zien rijden en weer mogen verwelkomen. Dus buitengewoon belangrijk voor Harderberg als gemeente. Ik denk dat jullie als familie, ik spreek de hele familie dan toch maar aan, buitengewoon trots. En ook dankbaar mogen zijn dat jullie hier nu kunnen terugkijken op 75 jaar familiebedrijf. In 1948 met uw grootvader hier begonnen, we hebben net de foto's gezien. En ik denk dat het echt uniek is, het gebeurt meer, maar niet heel veel, dat het echt 75 jaar in de familie is gebleven. Ja, jullie kijken naar mij, maar je zou eigenlijk nog eens een keer achterom moeten kijken, want de hele zaal vol met gasten. Ik denk dat dat ook iets zegt, hè. Dat u er allemaal bent om de familie te danken voor het feit dat, dat jullie al soms 45 jaar lang hier te gast hebben mogen zijn. Dus ik denk dat jullie daar zeker zeer trots op mogen zijn. Dus ik zou zeggen, nogmaals, van harte gefeliciteerd met jullie 75 jaar jubileum. En op naar de 100. U bent de commissaris van de koning. Van de provincie Overijssel. Klopt. Kunt u de mensen zo even kort uitleggen wat daar graag is werkt? Het is super sterk om gewoon uit te leggen dat je burgemeester in Overijssel bent. Hiervoor ben ik burgemeester van Deventer geweest. Daar zijn zo'n 100.000 mensen, die zijn bij 1,2 miljoen. Maar het werk lijkt wel een beetje op elkaar. Ik kan er veel meer over vertellen, maar dan zit ik hier vanavond ook. Dus is het iemand bij jou verteld? Lijkt me een goede omschrijving. Ja. Toen u vroeger op vakantie ging, hoe zagen uw vakanties eruit? Ik heb de nodige kampeervakantie doorgebracht met mijn ouders. De schaamrood op de kaken, dames en heren, moet u bekennen dat dat daar een GVV Vrijmaat camping was. Ondanks dat ik wel degelijk uit de GVV Vrijmaat nest kom, maar we gingen naar camping De Hoefslag in Gasselte. En volgens mij waren er op zondag daar geen zangdienst en dan weet ik het allemaal. Het is toch goed gekomen met mijn buren. Waar denkt u dat voor Overijssel? Nou ja, ik kan iedereen hier in de zaal vragen, want jullie kiezen hier voor deze plek in Harderberg. Maar als je gewoon Overijssel kijkt, een enorme diversiteit aan landschappen. Ik krijg een mooie provincie. En dat is niet omdat ik hier commissaris ben, omdat ik oprecht gewoon van Overijssel hou. Ik bedoel, het rivierengebied, hier in Harderberg, de kop van Overijssel, Twente. Het zijn allemaal verschillende landschappen met hele mooie mensen. Je bent thuis, een onderschap. De kleine Belgische was 75 jaar geleden een van de eerste campings in Harderberg. En zelfs van Overijssel. Nu 75 jaar later nog steeds het familiebedrijf. Hoe belangrijk zijn familiebedrijven voor deze regio? Nou, ontzettend belangrijk. Het is misschien wel, misschien realiseert ze dat niet, maar Overijssel heeft gewoon verreweg de meeste familiebedrijven ten opzichte van de rest van Nederland. In Overijssel is zo'n beetje de helft van wat door bedrijven in Overijssel wordt verdiend. Dat wordt door familiebedrijven verdiend. En als je realiseert, we hebben in Zwolle hebben we zelfs een expertisecentrum. Familiebedrijven die gewoon echt bezig zijn om te kijken van hoe kunnen we nou familiebedrijven ondersteunen in die verdere ontwikkeling. Want het is natuurlijk fantastisch als vader of zoon of dochter zeg maar een familiebedrijf door kan geven. Dus er zit hier nog maar een heel klein deel van in de zaal. Nou, het is bomvol. Hebben jullie het verschil gemaakt. In momenten van vakantie, in tijden van ontspanning, hebben jullie een veilige, fijne plek voor geboden. En wat mij betreft dienen deze mensen een daverend applaus. Van harte gefeliciteerd. Bertil, Jorinde en Jan, zij zijn samen met z'n drieën als team opgetrokken, samen met Sietse en Alice, om
een prachtig document te maken. Niet alleen een document voor nu, maar ook een document voor later. En hoe mooi zou het zijn als over pak een beetje 25 jaar nog terugdenken aan dit boek. Jullie ontzettend bedankt voor je afgelopen maanden, jaren. Ik denk anderhalf jaar hebben we aan het boek gewerkt. Jullie ontzettend bedankt voor die samenwerking. En wat het uiteindelijk geworden is, dat gaan we straks zien met elkaar. Ja, wij willen graag, misschien hartstikke bedankt voor deze fantastische opdracht. We hebben een gigantisch mooi project om te doen. Het komt niet vaak voor dat je een project doet wat over een jaar zeg maar, uitgesmeerd wordt. Voor mij persoonlijk komt het niet echt vaak voor dat ik uit mijn studiootje kom en met de tekstschrijver en met de fotograaf beeldmateriaal en tekstmateriaal kan halen. En dan, als je dan ook dat boek in je handen hebt, ja, dat is gewoon mooi, heel mooi project geweest. Heel erg bedankt ervoor. Voor vertrouwen en samenwerking. En ik denk dat wat ligt ook echt daarom zo ontstaan is. Dank jullie wel. We gaan het boek zijn dagje over de tweede generatie. Mevrouw Appels, die zit hier ook 90 jaar. En zo gaan we dan naar de derde generatie, Jan en Maria. Als ik je mensen vraag, ja, Jan en Maria, ja, die nieuwe generatie, wat blijft je bij? Dan zegt ze stevast, Jan kent iedereen. Ze zijn samen echt het gezicht van de camping jarenlang geweest. En onder hun lijn is de camping een vakantiepark geworden. Maar wat ze eigenlijk zeggen, wat ze willen benadrukken, en dat 4, 5 keer hebben mensen gedaan, ze luisteren naar je. Ze zijn er voor je. Is er een uitvaart, dan staan Jan en Maria daar. En ik denk dat ik namens de hele zaal mag spreken, dat mensen dat jullie unieke eigenschap vinden en dat ze jullie daar heel hard voor willen bedanken. Sietse en Alice, het is de beurt aan jullie. Sietse, jullie hebben drie zoons, Milan, Gerwin en Ivan. Ze zitten hier op de voorste rij. Ooit komt een moment waar jullie in september 2021 hadden. Dat hoop ik, dat het moment ooit komt. Maar uiteindelijk moeten ze zelf ontdekken als ze er plezier aan hebben om dit te doen. Dat vinden wij super belangrijk. Ja, en dan zien we het. Natuurlijk hopen wij dat we ermee verder gaan. Vandaag vieren wij 75 jaar vakantiepark De Kleine Beltjes. Wij zijn trots op het feit dat wij als vierde generatie mogen doorgaan naar de generaties voor ons zijn begonnen. 75 jaar geleden was dit de plek waar het begrip recreatie vorm kreeg. Op aanvraag van de middenstand van de gemeente Hardenberg stelde opa Jan Hakkers senior een stuk grond ter beschikking. En zo ontstond in 1948 de eerste camping van Hardenberg. Het was eenvoudig kamperen met de boer. Voor de toekomst hopen wij dat het bedrijf zo mag doorzetten, zoals generaties daar hebben gedaan. Maar natuurlijk wel op onze eigen manier en van deze tijd. Maar altijd met de kenwaarden voorop. Christelijk, gastvrijheid, samenhorigheid en familiair. Zo gaan wij door. Want hij heeft gesproken, er is een toekomst vol van hoop, dat is hij beloofd. Wij wensen u straks nog een fijne middag toe. Dan gaan we nu toch echt het boek onthullen. Dus jongens, kom maar naar voren. Ik wil een aantal boeken uitreiken, dat wil ik ook even
dat je er bent. Ja, graag gedaan. Hartstikke mooi, dankjewel. Dankjewel. Super. Dankjewel. Papier of die bewaard blijft. Denk wel, maar ja. Mooi. Mooi, dankjewel. Ja. Dan gaan we nu echt naar de borrel. Mooi. Nu echt naar de borrel. Ja hoor, we hopen nog heel veel jaren van elkaar te zien. Ja. Ik weet niet of waar zijn de harde kern? De F-site. Dankjewel.